Dag, ik ben Rick van MBO MediaWijs en dit filmpje gaat over de tool Sketchboard. Sketchboard is een handige tool om online tekeningen, mindmaps en roadmaps te maken. Dit kun je samen doen met collega's, je kunt samenwerken met je leerlingen, maar je kan het ook alleen doen. Ik ga jullie nu even de basis van het werken met Sketchboard laten zien. Als je nieuw bent, ga je naar www.sketchboard.io. Dan krijg jij dit te zien. Het fijne aan Sketchboard is dat er een integratie is met Slack. Een programma waarbij jij nog beter kan samenwerken met je collega's. Wil je nou meer weten over Slack? Kijk dan even op, ook op deze site, naar een ander filmpje over Slack. Om te kijken hoe deze integratie gaat. Er wordt aangeraden om je aan te melden met een Gmail-account. Gmail-account koppelt dan meteen jouw Google Drive aan Sketchboard, waar dus al jouw boards worden opgeslagen. Ik heb al een account, dus ik druk op login. Het fijne aan Sketchboard is dat je meteen op je laatste board uitkomt waar je aan gewerkt hebt. In dit geval board over de economische dimensie van burgerschap, waar ik mijn leerlingen aan gewerkt heb. Nou, ik ga jullie een aantal dingen laten zien hoe het werkt. Hier onderin heb je de knoppen redo en undo. Redo wil betekenen als jij deze backspace weghaalt en je wil hem weer terug, dan is hij er weer. En redo kan ik hem weer weghalen dan. Schuift alles. Je hebt de freehand, dus je kunt ook tekenen. Nou, dit willen we ook allemaal weer weg hebben. Dus dan doen we ook de redo. Je hebt een handje. Het bord is oneindig groot. Dus als je helemaal uitscrollt met je muis, zie je een gigantische wereld waar jij je roadmap of je mindmap of je tekening kan maken. Wanneer je weer terug wilt naar je eigen board, druk je op de map view en dan sta je weer waar je wil zijn. Hier heb je het driehoekje en Sketchboard maakt gebruik van drag en drop. Wat wel betekent dat je dus met je linkermuisknop een figuurtje vastpakt en die schuif je hierheen. Wat ook kan, is dat je dubbelklikt op het bord en daar zelf een figuurtje klikt. Nou, in dit geval zet ik daar werkgevers in. Deze kun je ook een kleur geven. En het fijne aan een mindmap is dat je de pijltjes kan verbinden. Ga op degene staan die je wilt verbinden. Ga naar het rondje toe. En dit is ook weer drag en drop. Hou je linkermuisknop vast en ga naar het figuurtje dat je wil verbinden. En deze kun je natuurlijk dan ook weer verbinden aan andere. En ga zo maar door. Nou, je kunt, zoals ik al zei, alleen werken. Daar ben ik nu mee bezig. Hier zie je een personal board. Je kunt met maximaal 5 collega's samenwerken. Dan zie je hier meerdere mensen staan en je ziet ook met wie je samenwerkt. Je kunt real-time samenwerken. Dus als je collega dingen aan het veranderen is, zie je dat real-time op je scherm gebeuren. Daarnaast heb je hier het menu. Nou, je kunt hier je teammates adden. Tot maximaal 5, zoals ik gezegd heb. En je kunt hem je board ook downloaden. Als het makkelijk is om eventueel op een PowerPoint of in een andere presentatie te doen. Ik denk dat ik zo de basis van Sketchboard wel heb uitgelegd. Mocht jullie meer vragen hebben, kunnen jullie altijd nog even mailen. Tot ziens!